Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple. We kopen 206 bomen. En daarvan, nou ja, probeer natuurlijk alles te verkopen. Maar we hebben ook een aantal maten erin. Dus het is altijd ieder jaar een beetje zoeken. Het is ook een beetje wat, ja, wat de mode is, wat mensen graag willen. Van wat je inkoopt. Maar we proberen er een gezellige bedoeling van te maken. Waar vooral de deelnemers centraal staan en eigenlijk het werk doen. En wij zorgen dat het een goede baan leidt, zeg maar. Maar ja, het is eigenlijk, koop je een boom, maar je... Ik denk ook dat je onderdeel bent van de dorpaal daarin. En dat de jongens mee participeren in de maatschappij, zeg maar. En daar hoort dit ook bij. Ja, dorpaal is eigenlijk het initiatief dat deelnemers, zoals die zijn, eigenlijk samen met ons werkzaamheden verrichten. Vanuit diensten, vanuit horeca, vanuit groenvoorziening, vanuit dierenonderhoud, buitendiensten die we willen opzetten. Dat eigenlijk een klimaat ontstaat voor ze, dat ze eigenlijk toch een soort vak kunnen gaan leren hier zo. Waarin ze wel of niet verder kunnen groeien. Om misschien ook deel uit te maken van een bedrijf of van een gemeente waarin ze groen onderhoud doen. Dus eigenlijk proberen we ze hier zo vanuit een beschermde omgeving meer zelfstandig te krijgen, te maken. Ja. Ja, dit is de leukste periode voor hun van het jaar. Want dan kunnen ze helpen. Zetten we vuurton aan. Ze vinden het heel leuk om klanten te helpen. Het is voor hun eigenlijk wel de krent in de pap van het jaar. Want ze kunnen gewoon lekker hier zo met z'n allen een beetje de gezelligheid ook meekrijgen van de kerstbomenverkoop, zeg maar. Van klanten die komen en die komen ook in de winkel. En het leeft meer op het terrein eigenlijk voor hun dan op dat moment. Ja.